donderdag. En ik heb vandaag precies een week niet gevlogd. Ik had na mijn behandeling van mijn lippen echt zo'n vieze lip gekregen. Echt mijn hele lip zat onder gewoon de koortslip. Ik had echt zo'n gekke koorts. Dat was niet normaal. Je ziet het nog steeds. Maar nu is het nog best wel normaal. Dus je snapt wel hoe erg het was. Maar dat was gewoon niet oké. En ik had gewoon te laat gelezen dat je, als je gevoelig bent voor een koortslip en je laat zo'n behandeling uitvoeren, dat je van tevoren al zo'n crème had moeten insmeren, dat het daarna niet zeg maar ging ontploffen. Want als je gevoelig bent daarvoor en je lip krijgt dus stress door zo'n behandeling, dan kan dit gebeuren. En dat had ik precies. En ik ben deze week ook 5 kilo afgevallen, want ik ben momenteel eindelijk weer in ketose. En dat heb ik echt heel lang niet gehad, 2 maanden. Maar ik ben eindelijk weer in ketose en ik ben echt heel erg blij. Voor de rest heb ik deze week ook echt heel erg mijn best gedaan om al onze administratie op orde te hebben. Ik heb mijn boekhouding helemaal afgerond. Ik heb Nessim's administratie zelf gedaan, dus in principe gaat op het moment echt alles goed. Ik voel me gewoon goed, alleen deze lip moet echt snel herstellen. Ik heb het gevoel alsof het echt heel erg langzaam gaat. Maar ja, ik doe er echt alles aan om zo snel mogelijk weg te krijgen. Zo, ik ben aangekomen. Naartoe ga. Ik ben in de stad momenteel. Want ik ga deze dingen weer fixen. En waarschijnlijk ga ik gewoon weer hetzelfde doen. Want dat beviel mij. En het raakt me niet zat. En het staat bij alles. Dus yes. Deluxe nails en spa it is. Ik heb vandaag trouwens echt een super sportieve outfit aan. Adidas broek, zwarte truitje en mijn Nike's. Ik ben klaar met mijn nagels. Ik ben daarna de stad een beetje ingegaan. Het was wel heel druk, maar ik heb echt een paar leuke dingetjes bij de Zara gescoord. En ook gewoon voor een heel leuke prijs. Ik zeg met mijn stomme hoofd, ik wacht nog even voordat ik op vakantie ga. En dan ga ik gewoon lekker bij de sale shoppen. Wij gaan pas in september op vakantie. En toen ging ik net kijken bij de Zara en de sale was eigenlijk zo goed als voorbij. Dus ik ga zo even online kijken wat er van de sale over is. En dan ga ik nog even een paar dingen scoren voor mijn vakantie. En anders moet ik alles van een nieuwe collectie halen. En daar heb ik niet zoveel zin in, want meestal draag je op vakantie toch andere soort dingen dan dat je dagelijks draagt. Nog even proberen een paar dingen van de sale te scoren. Ik snap trouwens echt niet waarom mijn camera heel de tijd zo overbelicht is. Maar ik heb dus mijn nagels gedaan. En ik zei tegen jullie van ja, ik ga het in dezelfde kleur doen. Maar altijd als ik daar zit, dan bedenk ik me toch. En dan ga ik voor een heel andere kleur. En dit is de kleur geworden. Even wat anders. Ik heb trouwens lekker Turkse thee gehaald bij Simit Sarai. En het is echt vanaf nu traditie. Het is echt zo fucking lekker. En ik heb dus vanaf nu altijd sucrine in mijn tas. Dus ik ga lekker sucrine erin doen. Dan ga ik onderweg lekker thee drinken. Oh, deze kleur is toch fucking mooi. Heel mooi. Trouwens, wat echt rot is met deze lip. Als mensen je dus herkennen en op je afkomen, dan denk ik alleen maar van, oh mijn god, kom alsjeblieft niet dichtbij. En ja, ik schaam me gewoon dood voor mijn lip, man. Elke keer komen dan mensen heel erg dichtbij. Eigenlijk te dichtbij. Soms wil je dat gewoon even niet. Ik weet niet wat er met het licht is, sorry. En dan schaam ik me dood, man. Ik denk, oh mijn god, kijk alsjeblieft niet naar mijn lip. Ik ben net thuis. En ik waren tegelijkertijd aangekomen bij de parkeergarage. Zijn we samen even naar de Albertijn gegaan. Toen moesten we allebei zo nodig naar de wc. Dat we heel snel naar boven gingen. En toen hebben we gevochten om de wc. Nou, ik ben klaar en Nessim zit er nou op. Ik denk dat ik een salade ga maken. Nessim wou een eitje, maar ik heb er echt geen zin in. Ik heb voor mezelf zalm gehaald. Lekker zalmsalade met avocado. Wat heb ik nog meer eigenlijk? Komkommer, augurk. Lekker man. Dit is echt mijn lievelingssaladebak. Hier eet ik echt graag mijn salade in. Ik heb vandaag deze sla gehaald. Radicchio sla melange. En ik ga starten zo. Dus, eerste sla. Ondertussen even eitjes pakken voor Nessie. Ik heb hier avocado, rode uitjes. Ik ga nu komkommers snijden. Zo, lekker komkommertjes gesneden. Ik heb dit trouwens voor het eerst gekocht. Gesneden zoetzure augurken. Vet handig. Oh, lekker eitjes.
ziet mijn salade er nu uit. Ik doe er nog kappertjes bij. Nissen vindt het echt goor, maar ik vind het echt lekker. Het ziet er lekker uit, jongens. En Nissen is nu even kip aan het maken met spinazie en uitjes voor bij zijn ei. Zo, en dit is mijn salade. Ik heb er nog even kaas bij gedaan. Heerlijk. En dit is Nessim's eten. Lekker man. Kip, eitjes, spinazie, avocado. Ik heb dus vandaag verder helemaal niet gevlogd. Maar ik ben net thuis en het is echt 2 uur 's nachts. Nessim is in Terschelling en ik ben naar Honi gegaan vandaag. Ik was dus naar Honi gegaan en toen kwam haar nicht. Toen hadden we echt zo'n meidenavond. We hebben echt heel veel gehad. We hebben Mac gegeten. Wat dat dan niet de bedoeling was, maar ik heb echt zo naar mijn zin gehad. Echt een heel leuke avond gehad. Het is best wel laat geworden. Dus ik ben net thuis. Ik ga nu even douchen. Even mijn pyjama aandoen. Dan ga ik lekker naar bed. Dus ik zie jullie morgen weer waarschijnlijk. Plak ik hier een andere vlog aan vast. Doei doeg. Een hele goede morgen. Dat is het. Dat is zo blij. Ik ben blij. Hey, deze camera is de hele tijd heel erg overbelicht. Echt raar. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik en Nessim zijn even onderweg. Even snel wat eten. En daarna hebben we samen een meeting. Dus dat is een beetje de planning van vandaag. Nog steeds een cold sleep. Echt niet tof. Maar het wordt wel steeds beter. Het is nu echt zeg maar heel erg hard geworden. Nice. Dus het is wel aan het genezen. Zeg maar. Het is wel aan het genezen. Dus het is wel fijn. Oh. Ja, wat wil je zeggen? Ga je niet goed nieuws vertellen van mij? Oh mijn god! Nessie. Nessie heeft zijn motorrijbewijs gehaald. Elle, hoe voel je je vandaag? Ja, opgelucht. Ja, maar had je ook verwacht dat je hem ging halen? Terwijl ik aan het rijden was? Ja. Ja, maar ik zeg eerlijk, maar het ging wel echt goed. Ik dacht van toen ik zeg maar klaar was, dacht ik van ja, als die me nu laat zakken, dan snap ik het echt niet. Ik weet niet wat de fuck. Maar je had niet één keer zo'n twijfelmoment dat je dacht van fuck. Nee man, echt niks man. Dus alles ging goed. Alles ging goed. Ah, goeie man. Dus hij heeft dus zijn motorrijbewijs. Ja man, echt eindelijk. Eindelijk. Hij heeft er wel. Heb je er lang over gedaan? Nee hè, op zich niet. Anderhalf maand. Ja, alleen die. Die theorie was kut. Vond je man. Kut hè, ja. Maar voor de rest. Ik ben ook meer een praktijkpersoon hè. Jij bent meer een doener. Ja. En ik ben meer een denker. Dat klopt. Nou, denk jij even na over wat je wilt eten? Ja. Ik wil eigenlijk naar Laplace gaan, want ik wil gewoon mijn eigen salade samenstellen. Maar de saladebar hier in Alexandrium wordt ook echt steeds met de dag slechter. En ik kan de helft sowieso niet eten vanwege wat mijn was sowieso overrekening? Ik vind het zo jammer, want de saladebar was eerst gewoon veel beter. Of misschien zijn sommige locaties wat beter dan andere. Maar we zijn nu bij de Turk. Bij Egg Mac'tje. En ik heb een roebak ei besteld met bijna alles erin. En een Turkse steak. De green sticks opgehaald bij een afhaallocatie en ik ben er echt heel erg blij mee. Nu kan ik het weer overal meenemen. Lekker Turks theetje met suiker. Lekker eitje. Dankjewel. We zijn nu op kantoor aangekomen. Ik ga even heel snel een troepje opruimen. We hebben hier zo'n meeting en Nessim is al bezig. Mike, 1, 2, 3, check. Wanneer kom je nog een keer in de podcast? Dat vind ik leuk. Zal ik dat doen? Ja. Oké, dan gaan we het. Maar leg aan het onderwerp, vind ik. Ik kom niet zomaar voor ons in praten. Gewoon voor leuke dingen die ik ook leuk vind. Oké, als jij nou met een paar onderwerpen komt die jij leuk vindt om over te hebben, dan gaan we dat doen toch? Oké. Kennen jullie ook die zangers die dan beginnen op Arabische bruiloften en dan zo beginnen? Mike, 1, 2, 3, nee. Check. Check. Of die Turkse trouwfeest. Zes. Ja. Zes. Ja. Zes. Te. Zes. Zes. K. Zes. Ime. Arkad. Zes. En dan begint hij. We zijn klaar met de meeting. Was een leuke meeting, hè? Ik heb echt een hele leuke meid. / vrouw. ontmoet, ja. Heel leuk. Heel leuk. En ik ga nu Honi ophalen. En Nessim heeft dan nu een andere meeting. Maar ik ben echt helemaal op. Ik heb echt gewoon honger. Net zijn we eigenlijk op. Maar hij moet door. Ik ga gewoon even ophalen. En dan gaan we lekker even samen bij de Turk eten. En dan wachten we Nessim klaar is met de meeting. Want die is hier in de buurt. En dan that's it eigenlijk. Gaan we hiervoor parkeren, schat. Zo, het is weer best laat. Ik ben bij Honi. Wij hebben heerlijk gegeten hier. Lekker aan het chillen. We gaan even nu naar de Turkse nachtwinkel om zonneputten te halen. En we gaan vandaag Temptation Island kijken. Het is vandaag vrijdag. En gisteren was er dus een nieuwe aflevering online gekomen. En die gaan we zo even samen bekijken. Nessim is hier ook in West. Hij had eerst een meeting. Toen is hij hier gekomen om met ons te chillen.
hier even gegeten. En nu is hij naar de kapper gegaan. Zo fucking laat. Maar hij kent de kapper persoonlijk. Zij mocht daar gewoon even heen komen met zijn vriend. Dus ik ben nog steeds bij Honda. Ga lekker zonnepit halen. En dan gaan we lekker Temptation Island kijken. Eigenlijk heb ik mij geflasht. Want vorige week heb je ook niet Temptation Island met mij gekeken. Ik heb sinds jij niet meer kom. Ik mag netjes op jou. En dan ga jij het heel Temptation zelf kijken thuis. Ik mag netjes op jou. De twee afleveringen. Ik mag op de derde. Wanneer je een week je vriendin niet ziet, helemaal de weg kwijt. Jij hebt wel netjes op me gewacht. Ik wacht al. Jij zegt, je moet wachten, je mag niet kijken. Ja. En ik zelf ging het thuis wel kijken. Zo, net thuis. Nessim is ook bijna thuis. En terug gaan we met zijn auto. En zijn vriend zet hem hier nu af. Want hij was iets later en ik wil echt heel graag naar huis. Ik heb opeens echt zoveel honger, niet normaal, maar het is al vet laat. En ik mag echt niks eten. En ik ben dus onderweg wel langs de McDonald's gegaan. En ik heb een cappuccino gehaald. Met citroencake. Morgen weer even normaal eten, maar niet eens. Even snap ik die allemaal, jongens. Hi baby! Kom bij mij, kom even chillen. Ze loopt gewoon weg. Oh, hi. Hi Lida, Lida, kom er wel naar me toe, hè. Lida, kom. Nee, ook niet. Ik heb vandaag een opmerking gekregen onder mijn video over dat ik mijn vlogs niet meer afsluit. Dus bij deze. Ik denk dat het weer echt een mega korte vlog is. En dat is omdat ik er niet helemaal meer in zit zoals eerst. Dus wat ik ga doen is gewoon, ik probeer wel elke dag zeg maar te filmen. En gewoon even allemaal samenvoegen. Tot ik er weer een beetje in kom. Dat ik gewoon echt dagelijks weer gewoon één vlog kan maken. Dat lijkt me wel leuk. Maar ik moet er weer in komen. Dus ik ga wel proberen om elke dag wel te filmen. En ja. Zodoende. Doeg!